Eén moment, je wint vandaag met 4-1 van Hakkema's Boys. Ik wil het eigenlijk even wat over iets anders hebben met jou. Kim Holland doet bij ons de Toto voorspellen. Gisteren gaf ze de tip aan de Noordwijkspelers om voor de wedstrijd een erotische massage te ondergaan. En ik zag dat jij eronder gereageerd had. Ja, ik had mijn vriendin getagd, dus nou ja, die kon er ook wel om lachen. En we hebben gisteravond gewoon lekker rustig aangedaan. Dus even bijgekomen van Twente. Dat was natuurlijk een mooi avontuur. En nu vandaag weer de focus op Hakkema. Die begon heel lekker met die hele vroege goal. Ja, volgens mij lag hij na 40 seconden al erin. En het was een balletje van Nicky op mij. Ik gaf hem aan Martijn en die was niet zelfzuchtig. En die legde hem netjes neer voor zijn bier. Die schiet hem binnen. Ja, geweldig. Alleen komt de 1-1 vrij snel. En daarna hadden jullie het best wel lastig, had ik het idee, met Hakkema. Ja, klopt. Ze zetten goed druk op ons. En ja, we durfden niet echt eronder vandaan te voetballen. Wat we juist bij Twente wel durfden op gras, deden we hier niet thuis. Ja, dan zie je dat we het best lastig hadden. Maar uiteindelijk, ja... Zorgen we toch weer dat we voor de goal komen uiteindelijk via de zijkanten. Ik denk Sabir een paar keer goede actie. Geeft een goede voorzet. Was echt een lekkere voorzet, hè? Ja, klopt. Heb je de actie zelf op het moment gezien? Ik kan hem even niet meer voormalen. Want ik was... Ja, ik was vooral aan het stoeien met de nummer 4. Dat was natuurlijk ook een beer van een gozer. Dus ja, uiteindelijk was ik vrij. Kon ik omlopen. Ja, en toen kon ik hem tegen de raadse knop koppen. En toen kwam Nicky aanstormen om hem binnen te knikken. Dus alleen maar goed. Dat was een lekker moment. En daarna... Na de rust hadden jullie echt wel de regie in handen, hè? Ja, denk ik ook wel. En zeker toen we de 3-1 maakten, toen was het wel gewoon klaar. En dan zie je dat we het ook wel gewoon zakelijk uit kunnen spelen. Je bent nu dicht bij de eerste prijs dit seizoen. Ja, klopt. We zijn nu een weekje vrij. En dan staat alleen ASWA ons nog te wachten. Dus dan gaat de focus daarop. En hopelijk kunnen we dan inderdaad de eerste periode pakken.